Het is duidelijk zo dat Obama deze campagne toch voor een groot gedeelte heeft bepaald. En dat zag je ook wel op YouTube, hoeveel zijn speeches werden gedownload. Met toch de boodschap zoals hij hem kon vertellen. En het is ook heel knap, want dat was natuurlijk toch het risico. Slaagt hij erin zo lang het thema change leidend te laten zijn in de campagne? Nou, daar is hij tot het eind toe toch in geslaagd. En dat is een enorme prestatie. Het zijn goede teksten, sowieso. Ook de man die ze geschreven heeft. Ik geloof niet dat Obama dat zelf doet, is het zo? Nou, voor een deel wel. Hij heeft bijvoorbeeld zijn conventiespeech in Denver. Afgelopen zomer heeft hij van Goden zelf geschreven. Maar voor een deel een aantal 26-jarige WizKids. Die met hem meeschreven en een voorbeeld namen aan mensen als John Kennedy, Robert Kennedy, Martin Luther King en dat soort mensen. Dus voor een groot deel schrijft hij het zelf gewoon met de hand ook op een groot bloknootvel. En daarna krijgt hij nog een beetje hulp. Kai, schrijft Rita Verdonk haar teksten zelf? Ja. Ja, je gaat niet de hele avond liegen hier aan tafel. Ja, wat doe jij dan? Ja. Dat vraag ik mezelf ook. En wat kost dat dan? Dat is voor mij een week, of u een vraag. Laten we met jullie als campagnestrategisch even gaan kijken naar deze campagne. Kai, wat is er nieuw aan deze campagne? $700 miljoen. Het geld. Het is natuurlijk waar wat Jack zegt, dat Yes We Can en de speech en de boodschap en het verhaal en het charisma en de uitstraling, dat zeker heel belangrijk is geweest. Maar als je realiseert dat in 2004 alle campagnes, alle kandidaten bij elkaar, Republikein en Democraat, $640 miljoen uitgaven. En op Barack Obama in zijn eentje deze keer $700 miljoen. Dan is het wel een hele ongelijke strijd geweest. Maar en Obama heeft met dat geld natuurlijk wel kans gezien om al die aandacht, die boodschap overal neer te zetten. Op YouTube, hij adverteerde zelfs in games. Hij, op een gegeven moment had hij nog wat geld liggen, dacht hij ik maak een infomercial. Het is echt te gek voor woorden. Maar, en dan denk je, ja, maar leuk en aardig. Maar er zijn nu al heel veel mensen die zeggen, joh, dat hele publieke finance system, waar hij dus uitgestapt is, ja, dat is dus voorbij in Amerika. Wat eerst een beetje over gejokt, hè? Zei ik blijf ze ja, 21 die er toch uit. En dat betekent dus dat de Republikeinen het nu al hebben over de campagne van een miljard. Dat maar volgend jaar die campagnes bij elkaar $2 miljard gaan kosten. Als je zegt dat dat het meest opmerkelijk is, zeg je dan daarmee dat je met $700 miljoen ook de Amerikaanse president kunt kopen? Ja. Rita Verdonk zou voor dit geld president van Amerika kunnen worden? Voor $700 miljoen? Ja? Nou, ik denk dat als ze mij zou ontslaan, als ik de reporters hoor, zou ze een goede kans maken. Nee, maar je kan er grapjes over maken. Maar het is natuurlijk wel dat er ontzettend onevenwichtige situaties ontstaan. Barack Obama kon zelfs adverteren in staten die helemaal niet in play waren. En daardoor dwong hij McCain om daar weer aan te adverteren. En dan moest hij zijn geld weer spreiden. Dus het is zeker niet allesomvattend. Maar als je na $700 miljoen uitgegeven te hebben nog maar 5 punten voorspaat, dan denk ik als McCain hetzelfde geld had gehad, was het veel spannender geweest vanavond. Jack de Vries, heb je iets nieuws gezien in de campagnes? Hadden ze iets innovatiefs waarvan je denkt, zo, dat hebben ze leuk gedaan? Ja, er is in de vorige campagne natuurlijk al geanalyseerd dat internet uiteindelijk de campagnes gaat bepalen. En deze campagne is daar echt wel het summum van geweest. Want tuurlijk, je hebt het over veel geld. Maar dat geld is er gekomen voor Obama, omdat hij inderdaad iedere dag mensen benaderen via internet om toch die donatie van die $5 weer te doen. Dus internet. Ben jij ook benaderd door? Ik heb me natuurlijk op beide kandidaten geabonneerd, omdat ik natuurlijk als campagnejunk graag wil weten hoeveel mailtjes krijg ik ook. Een aantal per dag, hè? Ja, het werd bijna op een gegeven moment spam, vond ik. Ja. Zo vaak als je door Obama en zijn campagneteam werd benaderd. Maar hij heeft dan wel mee laten zien, want er wordt vaak heel kritisch in Nederland gekeken naar Amerikaanse campagnes. Te veel media, te veel geld. Maar als je nu ziet hoeveel mensen actief zijn en deur na deur langsgaan om mensen te motiveren te gaan stemmen, hoe groot de betrokkenheid bij de politiek daarvan geworden is, dan zeg ik, dan kunnen wij in Nederland dus gewoon iets leren van Amerika. Dat is aangejaagd door internet. Ja? Dat is aangejaagd door internet. Maar het is niet alleen internet. Die mensen zijn ook gemotiveerd om vervolgens naast hun baan de deuren langs te gaan. Nou, dat zien we in Nederland niet. Maar Jack, gaan wij wel, denk je, bij de volgende verkiezingen ook spam van de minister-president krijgen? Nou, je hebt bij de laatste verkiezingen al gezien dat veel meer partijen meer geld aan internet hebben besteed dan aan het kopen van commercials op tv. Dat is in Amerika trouwens niet zo, hè? En de volgende televisie blijft overheersend in Amerika. Het is daar ook nog een stukje duurder natuurlijk. Maar ik denk dat je dat in Nederland dus zult gaan zien. Is dat een belofte of een dreigement? Wat mij betreft een belofte.